Welkom bij nog Spellenzonder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Spirits of the Forest, uitgegeven door Thundergriff Games. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je ongeveer 20 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel probeer jij de mythische spirits uit een ancient forest voor je te winnen door de meerderheden te verzamelen en door tactisch gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn, je tegenstanders te slim af te zijn en uiteindelijk ervan door te gaan met de meeste punten. Degene die dat namelijk voor elkaar weet te krijgen wordt de winnaar van Spirits of the Forest. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in deze box zit. Het spel is bedacht door Michael Schacht en Nathalie Dombois. Dit is de Kickstarter editie, dus er zitten een aantal elementen in die waarschijnlijk wat luxer zijn dan het standaard spel. We krijgen de spelregels in meerdere talen, waaronder het Engels. 3 pagina's en dat zijn de basisregels met hier nog wat varianten. En dan gaan we over naar de volgende taal. We krijgen de regels voor de uitbreiding en de bijbehorende stukken. De stenen voor de spelers, allemaal heel gaaf vormgegeven. De tegels met daarop de verschillende spirits van hard plastic. En wij krijgen de verschillende fiches. Een potloodje. Hieronder zit een klein notitieblokje. En wat kan zijn, omdat dit een Kickstarter editie is, zitten er nog wat extra luxe in. Zoals deze mooie coin en deze motjes van staal. En nog wat varianten. Maar dit is wat we krijgen. Laten we eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb even een voorbeeld gedaan voor 2 spelers. Je maakt van de tegels 4 rijen van 12. Je hebt deze fiches, daar heb je er 14 van 8. Leg je willekeurig over het speelbord neer. Elke speler kiest een kleur, krijgt 3 stenen. En we leggen het scoreblok binnen handbereik. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen en dat doe je door tegels naar je toe te trekken. En op die tegels staan spirits, dat zijn de dieren, de wezentjes in de witte cirkels. En daar staan symbolen op, soms een vlammetje, soms een maan en soms de zon. Aan het einde van het spel gaan we gewoon kijken wie heeft de meeste in elke categorie. Dus wie heeft de meeste groene diertjes, die krijgt de punten gelijk aan het aantal wat hij heeft. Dus als ik er 3 heb en Googly Eyes heeft er 2, krijg ik 3 punten. Nou, zo ga je dat doen voor al die verschillende wezentjes. Op deze fiches staan ook dieren, dus dat kan je 1 bonus geven, waardoor je net de meerderheid naar je toe kan trekken. Maar zo zet hem op. Laten we maar eens een potje gaan spelen. We beginnen met de startspeler en dan met de klok mee zijn de spelers om de beurt aan de beurt. En als je aan de beurt bent, pak je een tegel vanuit de uiteindes van het speelveld. Oftewel, deze 4 tegels zijn vrij en deze 4 tegels zijn vrij. En als je tegels pakt, mag je 2 symbolen, 2 spirits aan tegels pakken. Oftewel, ik mag 1 tegel pakken waarop 2 spirits afgebeeld staan. Of ik mag 2 tegeltjes pakken waarop 1 spirit staat afgebeeld. Het getal onderaan geeft aan hoe vaak de spirit in het spel zit. Dus de 5 zitten maar 5 keer in. Nou, zo kun je ook nog een beetje tellen hoe ver je bent. Nou, dit soort tegeltjes zijn natuurlijk ook extra aantrekkelijk, want daar zit een bonus tokentje op wat je krijgt zodra je het pakt. Maar laten we zeggen dat ik bijvoorbeeld deze 2 tegels pak voor mezelf. Ik leg mijn tegels altijd open, zodat je kunt zien hoe ver je bent. En als je meerdere tegels van hetzelfde soort pakt, dan leg je die er bovenop, zodat de symbolen duidelijk zichtbaar zijn. Mocht ik daarbij een fiche hebben gepakt, dan bekijk ik wat voor fiche dat is, maar dat laat ik niet zien naar mijn tegenstander. En tot slot mag ik een playerstone plaatsen, als ik dat wil. En daarmee kan ik als het ware een tegel reserveren. Het is niet helemaal 100% garant dat die voor jou blijft, maar die maakt het voor je tegenstander wat moeilijker. Maar ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil graag deze tegel reserveren en dan plaats ik mijn steen erop. Mijn tegenstander mag deze tegel niet pakken, tenzij die ervoor kiest om een van zijn eigen stenen uit het spel te doen en dan daarmee mijn steen weg te halen en dan mag hij hem gewoon pakken. Volgens de standaardregel, je mag 1 tegel pakken met 2 spirits erop of 2 tegels met 1 spirit erop. Dus zo'n reserveringssteen is best handig. Heb je al je stenen al op het speelveld staan, dan mag je nog steeds aan het einde van je beurt zeggen, ik verplaats deze steen hier naartoe. En uiteraard, stenen mogen niet op tegels staan waar al een steen van een andere speler staat.
En dat is de andere speler. Die pakt dus ook weer 1 of 2 tegels. Mag daarna zijn steen plaatsen. En zo gaan we heen en weer tot alle tegeltjes op zijn. En aan het einde van het spel gaan we dus gewoon kijken. Wie heeft de meerderheid in al deze verschillende facties? Dus heb ik bijvoorbeeld de meeste van deze soort libellen, vliegenachtige beestjes. Dan score ik de punten. Laten we zeggen dat ik er 4 heb. En Googly Eyes heeft er bijvoorbeeld 2. Ik win. Betekent dat ik 4 punten krijg. Nou, zo ga je dat voor al die beestjes doen. Is er een gelijk spel tussen spelers, heb je bijvoorbeeld allebei 1, dan krijg je allebei de punt. Dat ga je ook doen voor de symbolen die ernaast staan. Dus je gaat kijken wie heeft de meeste manen verzameld, wie heeft de meeste vlammen verzameld en wie heeft de meeste zonnen verzameld. Ook daar krijg je punten voor. En mocht het zo zijn dat een speler een power source icon, zoals we deze maan, zon en vlam noemen, niet heeft, dan krijgt hij 3 strafpunten. Dus je moet zorgen, mocht je de strafpunten niet willen hebben, dat je aan het einde van het spel in ieder geval 1 zon, 1 maan, 1 vlam hebt. Want elk symbool wat je aan het einde van het spel mist, is 3 strafpunten die je krijgt. Dat levert een eindscore op. En degene met de meeste punten is de winnaar van Spirits of the Forest. En zo wordt het spel gespeeld. De vormgeving en sfeer van Spirits of the Forest is fantastisch gedaan. De materialen zijn van een zeer hoge kwaliteit met een hoog detailgehalte. En alle verschillende afbeeldingen en vormgevingen en zoals jullie ook zagen de layout van de box zien er gewoon uitstekend uit. Dat is gewoon echt super goed gedaan. 100 punten daarvoor. Het ziet er heel fraai uit. Nogmaals, dit is de Kickstarter editie. Dus het kan zijn dat hierin luxere en mooiere componenten zitten als degene die je in de schappen ziet. Dus hou dat even in het achterhoofd. Het spel zelf speelt simpel en snel, maar heeft toch natuurlijk die leuke laag tactiek. Waar haal ik mijn tegels vandaan? Waar kan ik meerderheden scoren? Wanneer zet ik mijn, stenen op? En wanneer kies ik ervoor om toch mijn eigen steen weg te gooien om die ene tegel van iemand anders af te pakken? Gecombineerd met een kleine geluksfactor, want er zitten natuurlijk bepaalde fiches op bepaalde tegels en die geven jou een extra symbool, waardoor je net de meerderheid naar je toe kan halen zonder dat iemand precies weet wat je aan het doen bent. Het spel zelf is in principe natuurlijk gewoon een abstract spel en dat is nou net wat ik weer jammer vind. Het ziet er zo mooi uit en het thema wat ze eraan geven, de kleur en de beelden die ze erbij leveren, zijn heel erg tot de verbeelding sprekend. En als je het spel speelt is het eigenlijk een heel droog, tactisch, abstract spel. En dat vond ik persoonlijk een beetje jammer, omdat het had bij mij iets opgebouwd. Als je ook kijkt naar hoe dat er allemaal uitziet, dan denk je, ja, daar gaat wat verhaal in dit spel komen. En dat is het niet. Het is tegeltjes meerderheden verwerven. En dat vond ik een beetje jammer, omdat het wat mij betreft niet echt past bij het mooie artwork en het thema van het spel. En het is om die reden dat dit een heel fraai spel is om te spelen. Het spelmechanisme zelf zit gedegen in elkaar en geeft een leuke uitdaging. Maar qua uiteindelijk wat je aan beleving van het spel hebt, is het een vrij droog spel. En het is om die reden dat ik Spirits of the Forest kan waarderen voor het mechanisme en de eenvoud, maar het is niet een titel waar ik zelf heel warm van word qua spel. Een beetje in de categorie, het ziet er erg gaaf uit, maar qua spel is het oké. En het is om die reden dat ik het een 6 heb gegeven. Spellenzolder.